Curaçaose accommodaties zijn ook verschillend. Van welbekende internationale ketens tot authentieke Nederlandse hotels, bungalows en lodges. Zelfs een luxe boutiquehotel gecreëerd uit 65 historische gebouwen. De hotels zijn gelegen in afgelegen gebieden over het gehele eiland. Het landschap en de sfeer van elk gebied is uniek. Elk zo verschillend dat u het gevoel heeft dat u naar een ander eiland bent gegaan. Hotels in het centrum zijn binnen wandelafstand van de winkels en het stadsleven in Willemstad. Dichtbij bieden Piscadera Bay Hotels een ontspannen sfeer op veel van Curaçao's befaamde stranden met baaien. Net ten oosten van het centrum van Punda vindt u vakantieverblijven op stranden die leiden naar het gebied van het zeeaquarium. Verder naar het oosten is het Jan Tiel gebied dat onlangs is ontwikkeld en erg populair is bij bezoekers uit Nederland. Dan is er het westen. Geniet van het rijden door de weelderige groene heuvels die leiden naar Mr. Christoffel. U heeft het gevoel dat u naar het platteland gaat voor het weekend. De stijl van de Curaçaose hotels is zo verschillend als het landschap. U vindt vakantieverblijven aan de kustlijn die traditionele of geheel inclusief pakketten bieden, als ook suitehotels met volledige keukens en leefruimtes. U vindt er bungalows en lodges, geïnspireerd door een Europese liefde voor openluchtruimtes en uitgebreide veranda's. Sommige vakantieverblijven hebben een architectuur die beïnvloed is door de Stille Oceaan. Er is zelfs een hotelacademie waar toekomstige hoteliers alle beheer en services voor gasten voorzien. Voor gasten die een keuken wensen, biedt het eiland goed bevoorrade supermarkten met verse plaatselijke producten en zeevruchten. Of stop bij de drijvende markt voor vis, rechtstreeks van de boot. Vele hotels hebben casino's in huis of dichtbij. In feite heeft Curaçao meer dan tientallen casino's. Wat ook uw keuze is, Curaçao's accommodaties zijn iets dat u zich zult herinneren. Wilt u meer horen over Curaçao'se festivals en evenementen? Bekijk deel 8 en vergeet niet onze video's over verblijfplaatsen en attracties te bekijken.